meer dan een jaar in deze lockdown. Dus alles gaat nog steeds via MS Teams. Graag voor de PO straks, als jullie jullie software laten zien of de stand van zaken. Graag in de context van de PI-doelen en de toegevoegde waarde die je afgelopen sprint hebt geleverd. Vragen via de chat. Werkt niet altijd, je mag ook even je handje opsteken. Nogmaals, degene die spreekt, even je camera aanzetten, want dan hebben we iets beter contact met elkaar. Feedback ontvangen wij nog steeds graag. Of via Danilo of via Menti. Die staat elke keer open voor suggesties. Dus graag daar invullen. En tijdens de system demo graag niet te lange discussies. Doen we offline of straks tijdens de individuele sprint reviews. Dus even in het kort. Kort, bondig, maar compleet. We geven voorrang aan werkende software. Dus daar beginnen we straks ook weer mee. Let op afkortingen. En voor de stand van zaken graag 2-3 sheets max. Waarbij de highlights van de afgelopen en aankomende sprint worden genoemd. Dus individuele sprint reviews, die zijn van een half uur tot een uur. Ook decentraal, worden allemaal opgenomen. Dus die kun je ook allemaal weer terugkijken bij de Dezo Netflix, zoals Danilo dat noemt. Waarbij we de focus wel hebben op de werkende software en de toegevoegde waarde die geleverd. Dus daarin gaan we iets meer in gesprek met elkaar. Dus dit aan het begin. De PI-doelen die we voor PI 17 hebben gesteld aan het begin. Even kort resumerend. Het ontwikkelen van een exploiteerbaar stelsel, livegang volgens productie van de roadmap, met z'n allen voldoende tijd vrijhouden voor het verwerken van feedback vanuit het testen en het oefenen, afbouw conform de DSO capabilities overzicht en als laatste de roadmap doorontwikkeling en uitbouw. Dit zijn de doelen, dus graag ook tijdens jullie presentatie straks eventjes terug daar naar refereren. We beginnen eigenlijk met Kara en de afloop gaan we eigenlijk door het hele programma van de dag heen. Dus, dit de introductie. Veel plezier, succes. En we beginnen met Kara van The Viewer. Kara. Ja. Allereerst begin ik met mijn scherm delen. Dat is trouwens niet alleen Kara, maar ook Kara en Eloud deze keer. Ik zal zelf me eerst wijden tot korte bondig even vertellen wat we hebben gedaan. Als het goed is zien jullie nu mijn PowerPoint. Klopt. En daarna gaat Eloud wat vertellen over aanpassingen van de regressietest zijn gedaan. Het leek wel aardig om jullie hierin mee te nemen, omdat we hebben natuurlijk ook mooie software opgeleverd. Dat laten we straks om 11 uur zien. Maar het leek me ook aardig om eens even te vertellen van wat een groter publiek van wat doen wij nou met de regressietests. En dan is het nu ook mogelijk omdat alle teams hierbij aanwezig zijn. Allereerst, nou, dit is straks om weer even terug te kijken. Wat hebben wij deze sprint gedaan? Functioneel hebben we in elk geval een sessiemanagement opgeleverd, met dank overigens aan het portaal van de ondersteuning. We hebben de highlight-functie in de viewer verbeterd. We hebben een quick scan gedaan van hoe kunnen we nou toch die grote documenten efficiënter bevragen, zodat de performance een stuk beter wordt. Dat heeft geleid tot de 2-tal stories die we komende sprint gaan oppakken. We hebben ook gekeken van die presentatie van de verschillende structuurelementen. Daar zijn de laatste tijd best wat issues over geweest. En dat kostte wat moeite om dat goed op te pakken. We hebben gewoon een quick scan gedaan van jongens, ga nou eens even onderzoeken van hoe nou die structuurelementen precies erin zitten. En dan ook nog eens het onderscheid tussen de OZON-documenten en de IHR-documenten. Nou, straks laat Eloud zien hoe de regressietest nu werkt met gebruik van browser library in plaats van Selenium library. We hebben nog wat een stukje refactoring toegepast. Deze keer als het gaat om het ophalen van de IHR-documenten, de IHR-plannen. Die worden nu aparte requests worden nu afgevuurd. We hebben nog een paar bugs gefixt. Twee daarvan laat ik zien. Dat heeft met name van als documentnummer. Als die leeg wordt gelaten, loopt er niet meer vast. Hebben we ook een mooie verbetering toegevoerd als het gaat om gebruiksfeedback. En de gebiedengroepen, met name bij de Rijksdocumenten, die worden ook weer netjes weergegeven. Eén dingetje is niet afgekomen. Dat loopt door naar de volgende sprint. Ook een stukje refactoring. En dat heeft te maken met de tab objectinformatie bij de IHR-plannen. En ik hoop dat volgende keer te laten zien. Voordat ik het stokje doorgeef aan Eloud, zal ik even kort, hoeven niet steeds te wisselen, doe ik even een korte vooruitblik. Oh, die functionele demo straks is overigens om 11 uur. Wat doen wij de volgende sprint? Dan gaan wij verder met de meldingen die wij in een paar sprints terug eruit hebben gehaald. Die zijn inmiddels gereviewd en die gaan we weer terugzetten.
Nou, wat ik net aangaf, we gaan de regeltekst gepagineerd ophalen. Met als doel om performance winst te behalen, met name bij de grote documenten. Denk aan de Rijksdocumenten. We gaan aan de slag met de weergave van met name de gereserveerde tekstelementen. En de loading indicator, die wordt niet overal consequent toegepast. Dat gaan we ook wat netter maken. Dus het valt ook netjes onder het parapluutje van robuust maken. Zijn hier tot dusver vragen over? Niet in de chat in ieder geval. Oké. Dan, ik zie Eloud onderin, dus ik ga mijn schermen ontdelen. En dan geef ik het woord aan Eloud om wat te vertellen over de vorderingen van de regressietest. Dankjewel, Cara. Ik wil jullie vanmorgen wat laten zien over onze regressietest. Dat deden we voorheen altijd in Selenium. Selenium staat er alleen onbekend dat dat best wel instabiele testcases oplevert. We hebben ervoor gekozen om de switch te maken naar Playwright technologie van Microsoft. En dat is een stuk sneller en stabieler. En dat is ook gebleken. En daarbij zijn we ook in staat om op een hele snelle manier daarbij de kaarten te vergelijken. En dat wil ik nu aan jullie specifiek laten zien. Dus ik ga dadelijk deze test opstarten. Die logt in op de DSO Viewer. Vervolgens ga ik naar een locatie toe. En ga ik twee keer de kaart valideren. En één keer heb ik daar de situatie in zitten zoals die zou moeten zijn. En één keer heb ik een verwachting neergezet die niet klopt met de werkelijkheid. Nou, dan ga ik deze test draaien. Die krijgen jullie ook dadelijk in het scherm te zien zodra die is opgestart. Daar komt die aan. Dat was screenshot 1. En screenshot 2. En dan zien we inderdaad dat de test gefaald is. En als we dan in de login kijken, dan kunnen we ook zien waarom die dan gefaald is. Want we kunnen zien dat er op pixelniveau 2877 pixels verschillend zijn. En hij maakt ook een mooi plaatje met waar die verschillen dan in zitten. Dus als we dat plaatje dan openen, dan kunnen we dat hier ook zien. Dat wat we hier zien, die rode lijn, dat zijn in werkelijkheid, is dat bij mij blauw. Dat kan ik ook laten zien. Kijk, dit was mijn verwachting. En dit is het verschil wat er is opgeleverd. Dus door dit soort plaatjes te creëren kunnen we op een hele snelle manier zien waar de verschillen zijn op de kaart. En of dat dan de nieuwe goede situatie is of niet. Dat geeft ons de mogelijkheid om heel snel weer een nieuwe baseline neer te zetten. En zoals jullie net al zagen is de test vrij snel. En we verwachten dat we een tijdswinst hebben geboekt van ongeveer 40%. Met het aftrappen van de regressietest. Dus daar zijn we heel blij mee. En dat vonden we de moeite van de demo wel waard. Zijn er vragen? Geen vragen, waarschijnlijk allemaal oors en as. Fantastisch. Nou, even kijken, wat betekent zo'n lijntje precies, Ela? Wat voor lijntje kijk ik dan naar? Is dat een grens die aangepast is? Of een interpretatie? Ja, dat is een goede vraag. Dit lijntje wat ik hier heb neergezet, dat is gewoon voor de demo, zeg maar, heb ik hier in dit plaatje een extra lijn gekleurd. In de werkelijkheid zullen we hier inderdaad straks plangrenzen inzien en locatieaanduidingen en al dat soort dingen. En zodra daar dan een verschil optreedt, dan kunnen we dat ook terugzien op de kaart. Ja, oké. Dankjewel. Het gaat eigenlijk om alle verbeeldingen, hè, die je in de kaart kunt tonen. Ja. 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 All right, dankjewel, Eloud.
Nou, om 11 uur is ook nog een individuele review. Ja. Dus er zou kunnen ook nog vragen gesteld worden, neem ik aan. Maar dank even voor je toelichting. Ja? Dankjewel. Ja. Oké. Hey, dan gaan we nu verder met de gebruikstoepassingen. Rick Bleker. Rick. Ja, goedemorgen. Zometeen een klein stukje demo. Vandaar dus blijkbaar even opgeschoven naar eerder in de ochtend. Straks hebben we nog meer te laten zien wel. Want we kiezen eigenlijk altijd één dingetje uit wat ik zelf even redelijk eenvoudig kan laten zien. Want andere dingen die meer te maken hebben met de verbeteringen in robuustheid en dus wat technischer. Die laten wij straks dan zien in onze sprint review. En daarbij ook nog wat extra UX verbeteringen die we op de rol hadden staan. Dus op basis van eerder gebruikerstests. En daarvan wil ik er eigenlijk nu eentje even uitlichten. Het is eigenlijk wel een aardige die wij zelf nooit zo beseft hadden dat dat een punt was. Maar we hebben de functionaliteit gerealiseerd, ook wat inwerkingtreding is, om een verzoek te kunnen verwijderen wat je hebt ingediend. Alleen dat bleek in gebruikerstest dat mensen soms dan de beleving hadden van ja, maar als ik hem nu verwijder, dan trek ik hem vast ook in. Oftewel dat de hele behandeling daarna stopt. Dus daar hebben we wat kleine aanpassingen op gedaan. En die wil ik even nu. Dus ik heb alvast even wat voorbereid. Projectje voor de systeemdemo van vandaag. Met een aantal verzoeken daarin die ik inmiddels heb ingediend. Wat verschillende. Een ingetrokken, een paar meldingen en een vergunning. En als je kijkt vooral bij de vergunning, want dat is het meest uitgebreid, dan zeg je die wil ik verwijderen. Dan kunt u het verzoek pas verwijderen als je akkoord gaat met een aantal voorwaarden. En deze is daarbij nieuw. Dus we konden hem eigenlijk heel makkelijk hier oppakken omdat we al een aantal voorwaarden hadden. U kunt het verzoek niet meer aanvullen en u kunt het niet meer intrekken als u hem verwijdert. Maar dat komt nu dus uiteindelijk bij de behandeling van uw verzoeken gaat door. En als ik ze dus inderdaad gewoon allemaal wil aanvink, is hij uiteindelijk ook gewoon verdwenen. Ja, nu zag je een van de voorwaarden, ik kan niet meer intrekken. En dat is eigenlijk een bijzondere situatie. Want bij intrekken, dan loopt het proces ook al niet meer. Dus bij intrekken hebben we ook een wat andere melding. Namelijk gewoon de melding zoals die was. Weet u zeker dat u dit verzoek wil verwijderen? En bij meldingen, dan hadden we verder eigenlijk ook inderdaad geen gevolgen. En daar is dus dan één gevolg bijgekomen wat ook de gebruiker aan moet vinken. Namelijk, de behandeling van het verzoek loopt gewoon door. Melding kan je nooit intrekken. Dus ook dat hiermee dan heel duidelijk is daarmee dat voor die melding dus verwijderen geen intrekken is. En dat was het eigenlijk wat ik wilde laten zien. Stel dat je je vergunningsverzoek ook echt wil intrekken, Rick. Dus dat je eigenlijk de behandeling bij het bevoegd gezag wil stoppen. Wat moet je dan doen? Ik had het kunnen laten zien als ik die laatste niet echt had verwijderd, zeg maar. Daar stond dat pijltje terug, zeg maar, wat er zo in beeld stond. Daarmee inderdaad, als je daarop klikt, dan kan je hem intrekken. Dus het is een aparte actie die daar staat, die echt ook intrekken heet, inderdaad, waarmee je hem kan intrekken. Komt over in de praktijk niet zo heel vaak voor dat echt iets ingetrokken wordt. Heel vaak, vooral op het moment als er echt sprake is van het verzoek gaat zodanig anders worden eigenlijk. Toch op basis van voorschrijvende inzicht in het plan dat er vaak al contact is ook tussen de indiener en de overheid. Dat het dan opnieuw ingediend moet worden, dat dat niet meer als ondergeschikte wijziging mee kan. En die Rick, die opties die je nu demoed, hè, hebben die eventueel gevolgen voor leesjes? Ja, dat hangt natuurlijk volledig weer van de lokale overheid af. Of die het kan dus gevolgen hebben. Want meer zekerheid kunnen wij niet bieden. En bij intrek inderdaad, want dat hebben we al lang geleden gerealiseerd. Dus geen aanpassing daarop. Maar daar staat inderdaad dat je mogelijk wel leesjes verschuldigd kan zijn. Het heeft ermee te maken namelijk zoals het in de wet staat eigenlijk. Op het moment dat er sprake is geweest van behandeling. En er dus kosten mee gemoeid zijn aan de kant van de overheid. Ja, dan mogen ze leesjes heffen. En daarvan is afhankelijk van de lokale overheid ook en hoe ze daarmee omgaan. Sommigen heffen alles, sommigen heffen niks, sommigen heffen de helft allerlei andere varianten. Zou je daar bij deze vinkjes ook een melding van moeten maken misschien? Dat het
Nou, bij deze niet. We doen het wel dus inderdaad bij intrekken. Ja, dat weet ik. Dus, maar bij deze, ja, je verwijdert het verzoek en het loopt gewoon door. En je hebt eerder al gezegd van ja, doordat je indient, kan je lezers verschuldigd zijn. Dus hier nog steeds zeggen, ja, u bent nog steeds lezers verschuldigd. Ja, het wordt wel erg stapelen, zeg maar, op een gegeven moment. Hè. Meer informatie ergens wordt juist uiteindelijk weer minder informatie. Oké. Okay. Dus, als onduidelijkheid overkomen, wil ik er best op een gegeven moment naar kijken. Maar nu bij voorkeur eigenlijk niet. Nee, oké. Okay. Dankjewel. Christian had ook nog zijn hand opgestoken. Ja, ik hoorde discussie over teksten. Die lijkt me van alle tijd. Zijn deze teksten ook aan te passen in het CMS? Dus kunnen we later nog flexibel zijn? Okay. Ja, we kunnen flexibel zijn. Want we hebben nog altijd een ontwikkelteam. Het idee is dat we natuurlijk dat zal doorontwikkelen. En dat is ook het uitgangspunt hoe we flexibel zijn. We kunnen dit niet zelf in een CMS aanpassen. Dat hebben we ooit eens beproefd om dat te doen. Nou, vanwege alle testen die erop zitten en geautomatiseerd testen juist, als je die afhankelijk zijn van de teksten die je toont. Eigenlijk net inderdaad bij de viewer mooi gezien, dan ga je inderdaad op pixelniveau vergelijken. Betekent jij ja, een testje aan, tekst aan en je testen donderen om. Dus vandaar dat dat heel erg breekbaar werd. Ja, met snap ik. Hebben we gekozen om dat niet zo te doen, omdat bijna al onze teksten ook dynamisch worden opgebouwd. Oké, dankjewel. Goed, dat was hem, Rick. Ja, dat was hem. Nou, je was natuurlijk met stip omhoog geschoven in de tijd, omdat je inderdaad een korte demo had. Dank daarvoor. Om 10 over 10 heb je dan een individuele sprint review. Dus, ja, met meer mooie UX dingen ook. En meer robuust. Daar gaan we zo doorheen. Oké, helemaal goed. Dankjewel, Rick. Dan gaan we verder met Mirella van der Velden. Genoven, Mirella. Hey, goedemorgen. Ik laat een paar kleine dingetjes zien. Als het goed is zien jullie nu mijn scherm. Altijd even checken of dat echt zo is. Wil wat vertellen over wat we hebben gedaan. We hebben voor straks in de demo laten we zien hoe een aantal basismutatiestadiums door de keten gaan. Dus kom alsjeblieft langs, want dat lijkt me hartstikke tof nieuws om te laten zien. Dus keten, in de keten bereikt hoor. Dat is niet een Geonovum ding puur, maar wel leuk om te zien. Dus kom alsjeblieft langs tijdens onze demo. Daarnaast wilde ik nog een paar dingen vertellen over wat we in de werkplaats aan het doen zijn. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Verder is het een beetje work, doorgaan, stapjes zetten, zeg maar. We hebben net een werkplaats gehad over de derde tranche theepots. Dus dat is reactieve interventie, voorbereidingsbesluit en instructie. Daar zit een behoorlijke groep bevoegde zagen bij die bezig zijn met zelf een voorbereidingsbesluit te breien, zou ik maar zeggen. En de eerste resultaten hebben we daarvan gezien en dan zien we hoe ze die standaard aan het toepassen zijn en waar daar nog ingewikkeldheden in zitten of waar daar onlogische dingen in zitten. Zoals dit een voorbeeld van een voorbereidingsbesluit dat door een provincie was gemaakt. Voorbereidingsbesluit leidt tot voorbeschermingsregels ergens binnen een gemeente, zal ik maar eventjes in het simpel zeggen. En dan zie je dat als een provincie dat soort dingen doet, dan moet hij een wijzigbijlage voor elke gemeente opnemen. Dat werd helemaal niet gedaan en niet zo begrepen. Dus dat soort achtige dingen die gaan over de standaard, maar uiteindelijk hoe je dat dan implementeert en hoe dat eruit ziet en hoe je dan uiteindelijk zo'n instrument gebruikt. Daar zijn we stap in aan het nemen. En wat ik zeg, door veel bevoegde zagen bijgewoond. Dus leuke werkplaats wat mij betreft. Een andere die we aan het doen zijn, die is net gisteren geweest, dus is een heel recent plaatje, is de werkplaats van de omgevingsvisie. Die loopt al een tijdje, zit de provincie Utrecht bij, maar ook de gemeente Leiden en de gemeente Haarlem. En wat we onder andere gisteren hebben bekeken is, als je nou zo'n visie gaat publiceren, dan zitten daar verschrikkelijk veel plaatjes bij. Die zitten over het algemeen nu nog aan de publicatiekant, zal ik maar zeggen. Dus ook als je uiteindelijk in de viewer dat opent, zie je op links zie je tekst met heel veel plaatjes. Dat is natuurlijk eigenlijk jammer. Wat je eigenlijk zou willen is dat je dat in de viewer gaat zien. En daar bestaat daar hebben we een standaard voor hoe we dat zouden moeten doen. Dus dit is het eerste resultaat van een plaatje van hoe dat nou omgezet is naar een kaartobject en daarmee in de viewer zichtbaar wordt. Dat soort conclusies zijn we aan het trekken voor de in de werkplaatsen. Dus wat mij betreft super nuttig om dat qua implementatie aan het doen te zijn. Dus dat was het belangrijkste wat ik wilde laten zien. Kom alsjeblieft langs voor de basismutatiescenario's. Want ik vind het wel super dat we eindelijk zover zijn dat we daar wat dingen van door de keten hebben. Dus kom langs. En dan hebben we uiteraard weer een mooi filmpje van straks. Dus, Zeker. Alright. Hey, dankjewel Mirella. Dan gaan we door naar Stop. Peter Lubbers. Peter. Peter moest even weg, dus ik vervang hem. Helemaal goed.
Aline. Ja. Het moeilijkste deel is het scherm delen. Nu deel je ons scherm. Ja, ik zie het. Ik had er zoveel mogelijk gesloten om dat te voorkomen. Oh, wacht even. Ik zie het al. Ja, ik heb hem openstaan, maar op een of andere manier lukt het me niet tijdens deze demo's om het te... Doe het met enige regelmaat, maar hier lukt het me niet. Aline, zullen we anders even doorgaan met Bert? Probeer jij het op de achtergrond en dan gaan we zo met jou verder. Goed? Ja. Oké. Okay. Ja, ik kan het niet op de achtergrond proberen, dat is de linde. Nou, even in een andere teamsessie misschien en dan even kijken of het daar wel werkt. Ja. Ja? Succes. Dan gaan we even door met Oudenrijk. Bernd, stand van zaken. Ik denk dat ik even moet stoppen. Ik hoor nog niks van Bernd. Nou, dan gaan we gewoon door naar LVBB. Lennart, ben jij in de call? Ja, ik ben er wel. Ik moet nu de eer van koop hoog houden. Graag. Oké. Okay. Floor is yours. Sorry, Geert, ik had wat connectieproblemen, dus zometeen ben ik weer paraat. We gaan eerst beginnen met Lennart, daarna bij jou Bernd en hopelijk heeft Aline daarna ook gereed. Dus Lennart. Yes. Nou, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Lennart Luik. Ik ben de product owner van de LVBB. En we hebben mooie dingen gerealiseerd de afgelopen sprint. Zo hebben wij de aanpassingen in de LVBB, in het regisseurcomponent, voor de proefregistratie flow hebben wij gerealiseerd. In het kader van het robuust maken. Dat zal waarschijnlijk Ozan ook wel demonstreren. Er een proefregistratie plaatsvinden in Ozan en daarvoor hebben we een uitstapje gemaakt in de validatieflow in de LVBB. Dat is een behoorlijke ingreep geweest. Dus op 5 plaatsen moest iets veranderd worden. Een mooi ding, dat ga ik nu ook even zo meteen demonstreren. Dat is dat wij nu ook in de OP-keten in staat zijn om CVDR, regelingteksten en CIO's, geconsolideerde GIO's, te publiceren. En ik kan nu voor het eerst alle publicaties laten zien die voortvloeien uit een besluit. Dan een stukje robuustheid, een stukje service voor aanleveraars, is dat we nu ook bij foutmeldingen de processtap aanduiding meegeven. Dat is het, wij maken in de LVBB, valideren we op het besluit zelf, maar we valideren ook op de resulterende doorlopende tekst bijvoorbeeld, de consolidatie. En als je een foutmelding terugkrijgt, dan is dat tot op heden niet helemaal helder waar nou die fout precies optreedt, in welke stap van dat validatieproces. Dat hebben we er nu wel bij zitten. Dus je kunt precies zien op welk punt het misgaat. Daarnaast hebben we nog meer verbeteringen toegevoegd. Dat is een redelijke lijst bugfixes gedaan. Maar ik wil even inzoomen nu op de CVDR-publicaties. Kijk, als je een besluit inschiet, en dat is een initieel besluit. Ik heb dit vorige week op de PI-demo van PI 16, want het is eigenlijk een leftover. Heb ik dit ook laten zien, dus mensen die erbij zijn, die dit al hebben gezien, ja, dat klopt, vorige week. Maar ik vind het toch wel belangrijk dat ook voor dit publiek het even gedemonstreerd kan worden. Nou, als je dus een besluit inschiet in de LVBB, dan vloeien daar in verschillende ketens publicaties uit voort. Ik heb hier in het groen
een initieel besluit, een vaststellingsbesluit. En hierin het soort van oranje wijzigingsbesluit. En voor allebei die besluiten landen er hier zo in het die blauwe blokjes bekendmakingen van zowel de tekst als de GIO. Er vindt een doorlevering plaats richting DSO. Dat demonstreer ik nu even niet. En er vindt een CVDR-publicatie plaats, namelijk de nieuwe versie van de regeling en de CIO, de geconsolideerde GIO. Tot op heden hadden we eigenlijk alleen maar de officiële bekendmakingen en het DSO aan de praat, een stukje CVDR. Nu hebben we ook het CVDR-deel. En dat wil ik graag nu even laten zien, als ik daar nog even tijd voor krijg. Dat geeft Aline en Bernd nog even de kans om verder te kijken naar hun verbindingen. Dat is, moet ik even de goede kiezen, deze. Dan moet ik hem zelf ook even zien. Ja, wat je hier ziet, dat is het initiële besluit, het vaststellingsbesluit. Dat is de officiële bekendmaking. Nou, dit is volgens mij gesneden koek voor de meeste van jullie. Hier hangen ook CIO's aan vast. Dat zie je hier in de kantlijn en hier onderin in de bijlagen. Ik ga hier iets sneller doorheen, omdat het vooral natuurlijk interessant wordt bij het wijzigingsbesluit. Dat vaststellingsbesluit leidt tot een eerste versie van van de regeling, dus in dit geval van het plan, met een bepaalde geldigheid. Dit is de doorlopende tekst. Hetzelfde als de bekendmaking. Niks bijzonders. Hier bij de GIO, die jullie ook bekend is, zie je dus de geometrie van een van die GIO's. Het gaat over de speelhal. En wat nu echt nieuw is, vers van de pers sinds vorige week, is dat we ook de geconsolideerde GIO, die precies hetzelfde is als de bekendgemaakte GIO, maar heeft wel een geldigheid, zoals je hierboven ziet, dat we die ook kunnen publiceren naar de CVDR website, frontend. Dus deze vier publicaties, die vloeien voort uit dat ene vaststellingsbesluit. Nou, als je even terugdenkt aan dat oranje balkje, dat was het wijzigingsbesluit. Daar geldt hetzelfde voor. Ook vier publicaties, namelijk de bekendmaking. En daar zie je een stuk ranvooi. Dat zal in veel gevallen ook natuurlijk artikelteksten zullen dat zijn die wijzigen. In dit geval is het de verwijzing naar een GIO die wijzigt. Hier zie je ook dat stukje ranvooi. Dat leidt tot een nieuwe versie van de regeling. Dus een nieuwe doorlopende tekst. En die heeft ook een andere geldigheidsperiode. Namelijk vanaf het eindigen van de vorige versie tot en met vandaag. En hier onderin zul je dan ook die wijziging doorgevoerd zien bij de speelautomatenhal. Hier zie je een ander linkje. Nou gaan we even door naar de GIO. De nieuwe versie van de GIO. Ik moet eigenlijk zeggen, het is een hele nieuwe GIO. Een eigen GIO die bekendgemaakt wordt. Maar dat leidt wel tot een nieuwe versie van de geconsolideerde CIO. Dus je ziet ook hier die geldigheidsdatum, de nieuwe geometrie. En hierboven voor de oplettende kijkers zie je ook een work identifier in de URL staan. En een tweetje, dat betekent dat er een nieuwe expression is, een nieuwe versie van dat work. Nou, dat is eventjes in de notendop voor het plenaire deel. Ik zal hier samen met nog wat andere dingen die ik wil toelichten nog verder op ingaan bij de breakout. Ja, dankjewel Lennart. Ja? Ik weet niet of er vragen zijn, maar... En zo ja, dan kunnen die straks tijdens de sprint review of in de VM. Prima. Ja? Die is 10/10. Dankjewel Lennart. Ja. Bernd. Ja, het is allemaal gelukt. Dankjewel voor het rekken Lennart. Ik zal even het scherm delen. Even kijken hoor. Nou, wat hebben wij in 17.4 gedaan? Resultaten. De doorlevering van de omgevingsregeling. Die hadden we al in een eerder stadium gedaan. We zagen dat er wat bevindingen naar boven kwamen bij het laden.
van inline afbeeldingen en geometrie. Nou, de geometrieproblemen zijn inmiddels opgelost in samenwerking met Ozon en Michiel van Heek. De inline afbeeldingen die staan nu in ieder geval nog op de backlog bij Ozon. Het zwaar, even kijken hoor, dan de ANVB's 2020. Daar hebben we flinke stappen gezet. We hebben samen met de interne koopafdeling, genaamd basiswettenbestand, hebben we een analyse gedaan. en daarmee hebben we ook de eerste consolidatieversies vanuit het zogenaamde BWB-systeem kunnen ontvangen. Het basiswettenbestand, dat is het bestand dat eigenlijk als een basis dient voor wetten.nl. Dus daar komen de lopende wetsteksten komen eruit. Dus wat er geconsolideerd wordt, dat wordt in basiswettenbestand opgeslagen. En wij tappen daar dan weer een kanaal uit af. En waarom doen we dat? Zodat we die geconsolideerde versies richting stop kunnen brengen. Met een zogenaamd BBB naar stop, BBB to stop transformatie. Nou, die hebben we dus ook getest doordat die consolidatieversies nou vanuit BBB zijn ontvangen. Daar zijn wel wat bevindingen op uitgekomen. De komende sprint gaan we daarmee aan de gang. Maar ja, de eerste analyse is heel veel erg hoopvol, zodat we daar op een goede manier zo meteen consolidatieversies uit kunnen gaan trekken. En verder zijn we ook bezig geweest met de afstemming met SU voor wat betreft de consolidatie voor het klassieke stuk, de ANVB's. Het zwaartepunt van de sprint lag eigenlijk bij de aanvullingsregeling. We zijn bezig met bekendmaken van de aanvullingsregeling geluid. Nou, daar hebben we eind vorige week, eind van de sprint, hebben we de ondertekeningsversie gereed kunnen maken. En daarmee kunnen we, als alles goed loopt, deze week de ondertekening ook daadwerkelijk gaan starten. Dus wat dat betreft lopen we goed op schema. Verder zijn er ook nog verschillende checks uitgevoerd. We hebben nog wat bevindingen gevonden in de PDF en HTML. Transformaties, die zijn inmiddels ook verwerkt. En we zijn ook bezig met het vervolg op AR-geluid, de zogenaamde AR-bodem, de aanvullingsregeling bodem. En daar zijn ook leveringen richting SCU die op stapel staan, die komen deze week. En ook komende sprint gaan wij natuur- en grondeigendom, dat zijn weer regelingen die na bodem komen, gaan ook richting SCU. En verder zijn we met SCU bezig om te kijken of we procesversnelling kunnen toepassen. En daar hebben we deze week ook diverse sessies voor staan. Voor de bruidschat hebben we met name een verschilanalyse gedaan op de versies. Daar zijn geen noemenswaardige zaken uitgekomen. Er is besloten dat in ieder geval het laden op de ETO zal plaatsvinden op de vertrouwde manier, zoals we dat eerder ook hebben gedaan. Verder zijn we bezig samen met EB en Koepels en P13M om de acceptatiecriteria voor elkaar te krijgen. Daar zijn we steeds verder mee. Dan gaan we richting een definitieve versie. En komende sprint gaan we de eerste set samenstellen voor de laatste versies. Voor het testrun van de waterschapsverordening en het omgevingsplan. En voorbeeldcontent, dat noemde Mirella net ook al even. Er zijn een aantal door de keten. De rest wordt nog aan gewerkt. En zometeen in de demo zullen een aantal getoond worden. Ja. Door de keten. Oké. Dat was hem. Dankjewel, Bernd. Dan gaan we nu naar Alina. Kijken of je het scherm nu kan delen. Sorry. Ja, ik heb de hele tijd zitten oefenen, maar het lukt nog steeds niet. Nee hoor, Peter is terug. Die neemt het weer van me over. Okay. Peter. Ja, ik ben bezig om de boel even te delen. Als het goed is, zien jullie een scherm nu? Ja. Goed. Altijd even terugpakken naar de doelen die we in PR 17 hadden gesteld. Oefenjaar tot een succes maken en stop het verder ontwikkelen tot werkend trainingsniveau. De resultaten die we in 17.4 hebben gedaan is, we hebben een witte site gepubliceerd, zodat we binnen de ketenpartners op een vroeg stadium al kennis kunnen nemen van wat er in stop aan ontwikkelingen klaar staat. Dat is gisteren uitgeleverd. Daar staat ondertussen op statusbesluit en hoe wij concurrent versioning ondersteunen. Wat hebben we ook gedaan is de relatie GIO en IMOW afgerond. Er komt dan binnenkort een presentatie voor. Openstaande punt nog is validatie normwaarden in GIO IMOW.
we hopen dat te gaan afronden en wat knopen te kunnen hakken binnenkort. Gebiedsmarkeringen en effectgebied bij publicaties, daar zijn we ook mee bezig geweest. Voor 17.5, we gaan afmaken modellering gebiedsmarkering. De documentatie van de tekstmodellen, concurrent versioning voor de LGBB en de tooling van ons. En de documentatie plus de business rules procedure verloopmutatie. Nou, we hebben in 17.5 nog wat dingen onder handen die de rest van de PI gaan lopen. Dat is het uitwisselingspakket ten behoeve van de downloadservice. De relatie GIO en IMOE. Twee openstaande bekende punten. De uitbouw en de herschikking van onze documentatie om alles duidelijker en beter te ordenen. En natuurlijk gaan we issues fixen die er mogelijk komen en ketenpartners ondersteunen met vragen. Nou, wat hebben we straks in de demo? Tussen 10 en 11. Statusbesluit. Arjan Dorpaal zal ons meenemen in de wereld van statusbesluit. En dat was het zover. Ja, Arjan neemt niet de hele tijd van... Nee hoor, doen we samen met, dat is in 10 minuutjes, kwartier max. Inderdaad, het is inderdaad van T-pot, LVB en stop doen we gezamenlijk om 9:50. Yes? Ja, helemaal goed. Dankjewel Peter. En dan gaan we nu door naar Bart Huibers, Ozon. Ja. Goedemorgen Bart. Goedemorgen. Schermdelen heet zoiets. Ja. Ik doe nu even een terugblik op wat op highlights van sprint 4. Het is ondertussen bekend, hè. We moesten in de planning toch even aan de noodrem trekken. In eerste instantie hadden we ontwerpen, omgevingsdocumenten op de rol staan voor sprint 4. Die hebben we ingewisseld, zal ik maar zeggen, voor een aantal robuustheidszaken. Dat heeft tot het volgende geleid. Lennart Luik verwees er ook al even naar. Hè, van zij bouwen aan de ene kant een brug en wij aan de andere kant een brug. En die brug heet proefregistratie. Daar hebben we in sprint 4 allebei stappen in gezet. En nou ja, we gaan straks beproeven of de brug inderdaad aan elkaar, de brugdelen aan elkaar passen. Referentieservice hoort daar ook bij. En aan de andere kant hebben we toepasbaar opvragen API aangewerkt. Dat is eigenlijk een upgrade, een update van een aantal zaken die toepasbaar opvragen anders wilden, beter wilden, et cetera. Dus die drie zaken die zullen wij straks om 11 uur demonstreren. Daarnaast hebben we een aantal software uitrollen gedaan op ETO, DEMO en RTO. RTO is een omgeving die wij speciaal voor Rijkswaterstaat in het leven hebben geroepen, vandaar de R. En ik zei dus al, hè, in eerste instantie stond implementatie van ontwerp omgevingsdocumenten en met name de omgevingsverordening op de rol. Daar hebben we in overleg met de stakeholders een MVP variant van gemaakt. Daar werken we aan in de volgende sprint. Om die begin april gereed te hebben, zodat er in ieder geval wel ontwerp-omgevingsverordeningen gepubliceerd kunnen worden. Deze sprint hebben we daar een analyse van gemaakt, van hoe gaan we dat dan doen. En in de volgende sprint gaan we die implementeren. Die volgende sprint die ziet er zo uit, dat MVP dus. Het voorbereidingsbesluit gaan we implementeren. Interrefs en alvast een stukje tijdreizen. Met name voor toepasbare opvragen. Toepasbare opvragen, daar zou tijdreizen ook in komen, al in die huidige upgrade. Dat hebben we niet gered. In overleg met toepasbare opvragen hebben we tijdreizen eruit gehaald en in voor sprint 4. En die staat nu in sprint 5. Dat was het overzicht voor nu. Om 11 uur een demo met nou ja, de zaken die ik net aangaf. Dus proefregistratie, referentieservice en de toepasbare opvraag API. Helemaal goed Bart, dankjewel. Dank voor de update en wees welkom 11 uur. Dan gaan we door met Vincent van Dijk van RTR. Vincent. Ja, goedemorgen. Nou, dat sluit er mooi op aan, want ik had ook iets te vertellen over toepasbare opvragen. Waar zijn mijn highlights gebleven? Maar we hebben nog meer gedaan deze sprint. We zijn onder andere druk bezig geweest met aanpassing aan de algemene set.
Waarbij we de toestemming ook kunnen gebruiken om de relevantie van vragen te bepalen. Wat wil dat zeggen? Als je nu naar de algemene set kijkt in de RTR, dan zie je dat de algemene set is opgebouwd uit een aantal subactiviteiten. En aan die subactiviteiten, laten we gemachtigden, dat is een bekend onderwerp pakken, daar hangen nu indieningsvereisten aan. En aan die indieningsvereisten, daar hangt een STR-bestand aan. Dus dit noemen we een regelbeheerobject. Als je dat vergelijkt met andere activiteiten, laten we eens bijvoorbeeld een tankstation pakken. Dan zie je daar ook indieningsvereisten aan gekoppeld. Als een regulier object, maar hey, die kan je openklappen. En wat zien we daar? Dan zien we een nadere specificering. We hebben namelijk indieningsvereisten voor een aanvraag voor een vergunning. En indieningsvereisten voor in dit geval informatie. Maar goed, het kan ook melding zijn of maatwerk. Alle toestemmingen zoals die ook binnen de STR nu bekend zijn. Die systematiek, dat is eigenlijk algemene systematiek voor activiteiten. Om een toestemmingstype aan indieningsvereisten te koppelen. Dat hebben we nu ook geïmplementeerd voor de algemene set. Dus de algemene set wordt daar meer en meer eigenlijk een echte activiteit. Zodat je ook in de algemene set straks uitsplitsing kan maken van welke vragen je nou wil stellen voor een vergunning. En welke vragen je wil stellen voor een melding. Dat gaan we laten zien tijdens de sprint review. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, kom vooral langs. Daarnaast het omgevingsoverleg. Als je als je een verzoek indient, krijg je op een gegeven moment de vraag of je als verzoek als omgevingsoverleg wil indienen of als definitief. Dus dit is een vraag in de gebruikerstoepassing. En dat is nu een vraag. Wat de bedoeling is van deze aanpassing is dat hier een service achterkomt die bepaalt of voor een bepaald verzoek omgevingsoverleg is toegestaan of niet. Je kunt het eigenlijk vergelijken met de manier waarop behandeldienstconfiguratie werkt. Daar kan je ook op activiteitniveau instellen of een bepaald verzoek naar een behandeldienst moet of niet. Dat gaan we ook voor omgevingsoverleg faciliteren. Dus dat betekent dat er een service komt om dit te kunnen configureren op de functionele structuur. Dus je kan op activiteitniveau aangeven of omgevingsoverleg is toegestaan of niet. En er komt een service die de gebruikstoepassing kan afnemen om deze vraag voor in te vullen. Ook dat gaan we laten zien tijdens de sprint review. Heel ander onderwerp, maar ook zeker interessant. Dus wederom, kom langs als je hier meer over wil weten. Dan zijn we er nog niet. Want we hebben ook vrij veel tijd besteed deze sprint aan de performance testen. We zijn eindelijk ingeslaagd om de test zo op te zetten dat hij ook volgens de verwachte load werkt. En dat hij ook tegen een representatieve omgeving gedraaid kan worden. Dus wat we nu getest hebben, dat zit redelijk tegen de eisen aan die we straks op productie gaan hebben. Dan hebben we een aantal voorzichtige conclusies, kan ik hier al wel melden. Voor bepaalde indieningsvereisten zien we dat de responstijden redelijk binnen de eisen blijven. We zien ook geen overduidelijke bottlenecks die we nu moeten oplossen. We zien vooral ook nog wel groeimogelijkheden om het aantal requests ook nog te kunnen laten groeien. Ik zie dat ik mijn stekker er even in moet steken. Sorry. Anders ben ik opeens weg en dat is ook niet zo handig. Een tweede is bepalen activiteiten. Daar hebben we ook wel performance wat verbeterd op basis van de testen. Een antwoord hier valt toch ook wel redelijk binnen de eisen. Er zijn nog wel wat tweaks mogelijk. Daar moeten we nog naar kijken. In ieder geval dat als teaser. Want een uitgebreide analyse van deze performance testen gaan we ook tijdens de sprint review geven. Hoe we de testen hebben aangepakt, wat de resultaten zijn en wat eventueel verbeteringen zijn. Dus ook hiervoor geldt, als je hierin geïnteresseerd bent, kom vooral langs om 11:30. Laatste punt waar we deze sprint mee bezig zijn geweest is toepasbaar opvragen. Bart noemde het al, de service is verbeterd. Bart bouwt niet alleen een brug met LVBB, maar wij hebben ook een brug die we aan het bouwen zijn. Dus dit is onze kant van de brug. Wat hier vooral het werk is, is het synchroniseren. Dat is aangepast.
waarbij we ja, eigenlijk een deel van de informatie die we voorheen in de serialisatie ophaalden, nu via een aparte service ophalen. Maar dus eigenlijk asynchroon gaan we die informatie ophalen. En het idee is dat het synchroniseren daarmee zal verbeteren. Maar ook een aantal afgeleide services die we bij uitvoeren gebruiken. Als de tijd nog toelaat, zal ik daar wat meer over vertellen tijdens de sprint review. Want het is eigenlijk pas in sprint 5 dat we die integratie gaan doen. Dus ik denk dat dit een heel mooi onderwerp voor de volgende sprint review wordt. Nou, kom allemaal langs om 11:30 als je interesse hebt in een van de andere onderwerpen die ik noemde. En dan gaan we jullie daar meer over vertellen en ook dingen laten zien. Oké, okay, helemaal goed Vincent. Dankjewel. Inderdaad, 11:30 de verder review van de RTR. Dan gaan we door met Nico van het loket. We hebben nog een zestal presentaties. We hebben nog een kwartier, dus graag kort en bondig. Dankjewel, Nico. Nou, je kent mij, ik ben altijd kort en bondig. Toch een kleine intermezzo wil ik laten zien. Want bij mij in de wijk staat binnenkort een pilot met betrekking tot het omgevingsplan. Het is toch altijd leuk om te zien dat het in je eigen gemeente ook leeft. En ik hou jullie op de hoogte van mijn ervaringen. Ter zake. Wat hebben we afgerond? De livegang van de samenwerk API die staat live. We hebben nog wel wat bevindingen die momenteel worden opgelost. En de eerste daarvan die is vanochtend uitgeleverd als het goed is. We zijn bezig met refactoren. We hebben een aantal security en pentest issues opgelost. En we hebben het team van Kyra, zoals ze zei, ondersteund bij het implementeren van sessiemanagement. Dat is om gegevens als bijvoorbeeld een locatie door te geven van de ene toepassing naar de andere. In progress. Alfresco upgrade in verband met security en we zijn allerhande bevindingen nog aan het oplossen. En komende sprint denken we de toolkit update af te ronden en we gaan een onderzoek doen naar de vervanging van iframes. Wat tevens loopt, dat is een gesprek over koppeling van product-dienstcatalogus aan de samenwerkingsfunctionaliteit. Daar zijn ketenwerksessies voor. Oké, okay, dat was hem. Dankjewel, Nico. Kort genoeg. Zijn hand opgestoken. Ja, ik heb mijn hand opgestoken. Want, dat kijk, zie ik niet, Arie. Nee, dat geeft ook niet. Maar we zijn natuurlijk meesterlijk in te zeggen: ja, we hebben een succes geboekt, maar er zijn nog bevindingen. Maar het is toch wel goed, Nico. Ik wil toch wel even complimenten maken voor jou en je team en ook de andere teams. En ook gewoon inderdaad iedereen die daar aan meegewerkt heeft, om toch weer een stuk DSO live te brengen. Dus deze livegang is dus niet op de pre-omgeving, maar dit is echt, dit draait in productie. En leveranciers die van VTH-software, die kunnen hier nu op gaan aansluiten. En dan zie ik inderdaad dat bevindingen worden opgelost. Dus dat is ook mooi, hè, dat het dus lukt om dat te patchen, terwijl dat gewoon in productie draait. Dus ik ben daar hartstikke trots op eigenlijk. Dus dat wil ik even gezegd hebben als aanvulling. Zonder een maar daarbij. Ik heb het woord maar volgens mij niet gezegd, maar... Het woord en? Er zijn nog bevindingen. Maar dat... Ik dacht ze zei en er zijn bevindingen, maar oké. Okay. Ja. Maar nu ter zake. Nee hoor. Yes. Arie, maar dankjewel. Goede aanvulling. Inderdaad. Alright. Dan gaan we door naar UX. Antoinette. Er is een klein foutje ingesteld. Ik neem even het woord. Oh, sorry. Sorry. Ja, maakt niet uit. Ik zal even... Even deze sheet. Wat we even herhalen wat wij met UX allemaal doen. We hebben vijftal mensen die werken gewoon in teams dagelijks. Die zorgen voor goede gebruiksvriendelijke toepassingen binnen de teams. Maar daarnaast doen we nog een aantal andere dingen. En tijdens de demo zullen we vooral focussen op deze dingen. Want de teams die maken de software, dus ook de UX voor die teams. En ik wil nog heel even herhalen wat we nou allemaal doen. We doen in ieder geval heel veel aan research, hè, dus aan gebruikerstesten. We houden ons bezig met de toegankelijkheid. En in mooie Engels woord is dat accessibility. De toolkit, deze toolkit. Daar gaan we zo meer over. En we houden ons bezig met ketenbrede UX onderwerpen. Straks zal er, en dat is een tweewekelijks herhalende sessie, zal Ad van Pinksteren, van een van de ontwikkelaars van de toolkit, zal
even weer terugblikken over de verschenen releases die recent zijn verschenen voor de toolkit. Dus met name toolkit gebruikers is een interessante sessie voor. Even wat zijn de impactvolle changes, kunnen vragen gesteld worden, allemaal dat soort dingen. Dat om 11:30. En nu zal Stefan heel even een kort intermezzo te doen voor de demo van de gebruikerstest die er afgelopen week is gehouden. Dus dan geef ik even voor aan Stefan. Ja, bedankt Sander. Maar... Nou, we even wisselen. Sneller praten lukt hem niet, Jer. Het moet wel helder en duidelijk zijn, dus helemaal goed. Stefan. Volgens mij staat Stefan op mute. Oh, sorry. Zie je mijn beeld? Ja. Oké, okay, mooi. We hebben afgelopen donderdag een gebruikerstest gedaan. Die ging over een aantal onderwerpen binnen mijn omgevingsloket. En ja, ook hout passeerde de revue. En dat ging over navigatie en ja, moesten mensen ook een paar keuzes maken op bepaalde punten. Dus ja, bijvoorbeeld tussen aanpassen of verder gaan. En ja, dingen die gewoon eigenlijk heel gevoelsmatig zijn van ja, of iets klikt of niet. En ook geforceerde keuzes, eigenlijk een soort dark pattern. Dat, ja, dat was een soort verrassing, dat openbaarde zich opeens. Dus ja, we zijn weer een heleboel dingen op het spoor gekomen. Nou ja, die we kunnen verbeteren. Er zijn ook een heleboel dingen goed gegaan. Dus nou ja, ik zou zeggen, kom dat zien en eventjes kijken bij de presentatie vanaf 12 tot 12:30. Neem even een boterham mee. Dan kun je... Ja, precies. Boterhammetje, theetje. Worden er geen broodjes geserveerd tijdens zo'n lunchsessie? Virtueel. Er worden zoete broodjes gebakken. Ja, mental snacks. Dat was hem. Geert, je moet even je geluid eraan doen. Dat is ook handig als ik het ook doe, inderdaad. dan gaan we door met Finn van de stelsecretaris. Hoi, goedemorgen. Ik wil even mijn scherm delen. Even korte update van de stelsecretaris wat we afgelopen sprint gedaan hebben. We hebben de bug op kunnen lossen dat er dubbele waardes bij een waardelijst getoond werden op de waardelijstenpagina. Kostte even wat moeite, maar goed, dan heb je ook wat. Dus nu kloppen de waarden die onder een waardelijst getoond worden, kloppen wel. Er zitten geen dubbele waarden meer in. Ja, we zijn nog steeds bezig inderdaad in nauwe samenwerking met Geonovum voor het importeren van de stoptepot waardelijsten. Volgens mij hebben we nu nog twee kleine puntjes op de i die inderdaad die gezet moeten worden. Dus nou goed, de samenwerking loopt met Gerard en Wilco. Binnen het kadaster zelf hebben we Kim als monitoring tool. Daar hebben we de stelsecretaris op aangesloten. En dat kunnen we straks ook gaan gebruiken om op de DSO monitoring aan te gaan sluiten. Ik ben samen met VNG bezig geweest om het VNG begrippenkader aan te maken. We hebben een nieuw begrippenkader, dus een nieuw conceptschema aangemaakt. Voor de VNG begrippen en het oude begrippenkader zal op den duur verdwijnen. Ik zal hierover de leveranciers gaan informeren middels de nieuwsbrief. En ik zal, is er elke twee weken een leveranciersoverleg op dinsdag? Jazeker. Ja, dan zal laten wij even contact hebben. Dan zorg ik dat je op de agenda komt. Ja. Ah, oké. Okay. Nou, als het kan, inderdaad, een mailtje zo meteen eventjes. Ja, top. Nou, dan wil ik op die manier de leveranciers erover informeren. En even denken. Oh ja, we hebben een aanpassing gemaakt op hoe bron in het informatiemodel zit. Dus dat is de bibliographic resource. Die aanpassing is nog niet zichtbaar op de website. Dat gaan we nog doen. Maar die zit inderdaad wel in de database en het informatiemodel. Even denken, vooruitblikken voor de volgende sprint. We gaan verbeteringen doorvoeren voor het zelfdienstportaal. Dus onder andere om de mogelijkheid, we gaan de mogelijkheid toevoegen om relaties bij de werkversie van een concept te kunnen verwijderen. Op dit moment worden bij een waardelijst, als je die opvoert of bewerkt, niet alle eigenschappen, niet alle properties getoond. Die gaan we uitbreiden.
En van een concept, ofwel een begrip, kun je op dit moment de URI niet wijzigen. En het is wenselijk als je de URI kunt wijzigen zolang het concept nog niet gepubliceerd is. En een vierde bukje die we op gaan pakken is opvoer van een relatie lijkt niet altijd te werken. Kwam ik vorige week achter bij het opvoeren van de VNG begrippen. Ja, een beetje random werkt het wel, werkt het niet. Dus ja, dat is even een ontwikkelaar om dat op te lossen. Nou, over die VNG begrippenkaders, even hier zo'n korte samenvatting. Het huidige begrippenkader is inderdaad VNG begrippenkader gemeenten. In overleg met VNG wordt die inderdaad, zal die inderdaad uitgefaseerd worden en is het nieuwe begrippenkader, het nieuwe conceptschema, heeft de naam gemeentelijk begrippenkader met 2 P's in plaats van 3. Gemeentelijk begrippenkader VNG genoemd. Dat was hem voor de stelselcatalogus. Ja. Helemaal goed, Finn. Dankjewel. En dan staat straks misschien waardelijst 1.08 op de regelgeving. Ja. Dat zou mooi zijn, hè? Absoluut. Voor de volgende review zetten we een pitje. Ja, zeker weten. Ja? Oké. Dan gaan we door met content. Rivka. Ja. Goedemorgen. Mijn scherm? Ja. Ja. Oké, even kort de resultaten van ons team. Voor het doel exporteerbaar stelsel en beheeractiviteiten hebben we content geleverd voor de testvoorziening voor de leveranciers. We zijn doorgegaan met de hulpmiddelen ontwikkelen voor het beheren van de content en beheren van de werkzaamheden. De beschrijving van de algemene set van deze releases PI16 die staat op de ontwikkelaarsportaal via het linkje. Bijdrage geleverd aan de uitrol van de demo-omgeving. En een bijdrage geleverd voor het advies hoe nieuwe bruidsgraden te laden zijn. Voor doel afbouw content voor een ontwikkelteam die testen van zijn wat hij aan het ontwikkelen was. Ook content voor de UX-test die we net zagen. En zijn verder aangegaan met het ontwikkelen van de verschillende processen. Voor implementatie is ons ook al een belangrijk doel voor ons. We hebben content geleverd voor het oefenen op de pre-omgeving in de regio voor de casus uitrit. Er zijn een aantal aanvragen binnengekomen voor werkzaamheden. En die worden beoordeeld door de interbestuurlijke werkgroep werkzaamheden. Daar is werk voor verricht. Er is content natuurlijk op de demo geplaatst. De content op de demo die zijn beschreven op de Atmo-site, op de aanslag met de omgevingswet, door middel van oefencasussen en scripts. We zijn verder bezig met de informatie op de site zoveel mogelijk bij te werken. En belangrijk daarbij is dat we ook de toepasbare regels, wat is nu waar beschikbaar, inzichtelijk willen maken. En dat is nu bijna gereed, dat komt deze week hopelijk af. En tenslotte hebben we advies en de vragen en incidenten beantwoord. Dat was het. Nou. Ja, kort en bondig. Dankjewel, Rivka. Dank voor de update. Dan gaan we door naar Jesse, Roze Bronswijk van het Knooppunt. Goedemorgen. Goedemorgen. De resultaten van de sprint 4 van Knooppunt. We hebben aan robuustheid gewerkt. Enkele pentestbevindingen hebben we opgelost. En verder hebben we de health endpoints beschikbaar gemaakt. Via onze gateway, met uitzondering van enkele onderdelen, want daarvoor is meer aanpassing nodig. Dus daar hebben we een nieuwe story voor gemaakt. En verder zijn we bezig met een aantal onderwerpen die meerdere sprints in beslag nemen, zoals de proof of concept van de upgrade van WSO2. WSO2 is de pakketsoftware die wij gebruiken. Verder de single source of truth voor de certificaten en de monitoring. En dan vooruitblik naar de volgende sprint. We gaan verder met de upgrade van WSO2. Tracing, dat is zeg maar voor foutenopsporing nodig om te zien welke services roepen welke andere componenten aan. En verder, we hebben eerder throttling gedaan van een PR13 service en nu gaan we throttling bouwen voor de tweede PR13 service, voor de API toepasbare regels uitvoeren. En throttling houdt eigenlijk in dat we de service beschermen tegen het te veel gebruik door bepaalde gebruikers. Dus elke gebruiker mag maar een bepaald aantal keer de service aanroepen. Zodat we de capaciteit eerlijk verdelen over de afnemers.
En als laatste de proof of concept van OpenShift 4. En dat is een container platform voor Kubernetes. Dat was het voor Knooppunt. Ja, helemaal goed. Dankjewel, José. Dank voor je toelichting. En dan last but not least, Marijn Kuijlen, de IAR. Ja, ik kan heel kort en bondig zijn. Er zijn een paar kleine dingen waar we mee bezig zijn geweest. Begrippen export ten behoeve van VNG, die is nog wat bijgesteld. En die wordt deze week als definitieve versie geleverd. We zijn bezig geweest met een POC vectortiling met PDOK, waarin we de eerder gerealiseerde werkzaamheden voor de vectortaals van zeg maar de gewone bestemmingsplanachtigen nog wat getuned hebben, zodat PDOK die kan verwerken. Maar we zijn vooral bezig geweest met het onderzoeken van de wijze waarop vormvrije plannen gevectoriseerd kunnen worden. Echter, het belangrijkste waar wij mee bezig zijn geweest, en dat stond niet op het planbord, of stond niet op Miro, dat is verbeteringen in onze back-office om provinciale verordeningen en structuurvisies te kunnen verwerken. Eigenlijk plannen waarin hele grote geometrieën voorkomen. En dat komt eigenlijk omdat twee weken geleden helder werd dat onder andere provincies een alternatief pad hebben om hun ontwerpverordeningen via het IMRO te kunnen publiceren. Dat ook al bekend was dat van de provinciale verordeningen die wij verwerken, een uitvalpercentage is van bijna 25%. En twee weken geleden kwam inderdaad naar voren dat toch wel een heel lastig probleem is voor met name de provincies vanwege hun tijdspad. Daar zijn we nu met het hele team mee bezig. En dat zullen we ook de komende weken nog zijn. Ook begin van PI 18 voorzien. Dus dat was het. Even in een notendop. Ja. Heel goed, Marijn. Dankjewel. Nou, dank allen voor jullie toelichting. Dan nog een vraagje aan Marijn. Wat bedoel je precies met uitval van plannen? Dat zijn letterlijk plannen die wel in ruimtelijke plannen staan. In de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl, maar die je niet via de API van informatiehuis ruimte kan bevragen en die je daardoor ook niet in de viewer regels op de kaart kan bevragen. Ah, oké, dankjewel. Helder? Ja. Overigens op het aan de slag omgevingswet.nl portaal. Er staat bij API-register, bij ruimtelijke plannen, ook een linkje naar de plannen die uitvallen. Die staat er altijd al, maar dat is nu extra actueel. Oké, okay. Ja, dankjewel. Okay, dankjewel. Ja. Dankjewel voor je toelichting, Marijn. Allen dank voor zowel de demo's als de korte stand van zaken. Verder programma voor vandaag. We zijn iets over 10. Maar 10 over 10 beginnen we met de review van Tpot, Stop en LVBB. Tegelijkertijd met de gebruikstoepassingen. Om 11 uur hebben we de review van de Viewer en van Ozon. Om 11:30 van de RTR tegelijkertijd met UX, de toolkit. Dat is gedemonstreerd. En om 12 uur de UX, de resultaat van de gebruikerstest. Dan om 1 uur de PO Sync. En om 2 uur indien nodig de problem solving. Allen dank. Dan nog een laatste vraag. Feedback ontvangen wij natuurlijk nog steeds graag, zowel op deze system demo als op de individuele reviews. Die kunnen via Menti invullen. En dan wens ik jullie allemaal een fijne dag. Maak er wat moois van en succes bij de review van straks. Tot ziens. Dankjewel, cheers. Bedankt. Hoi.